Ik ben op het idee gekomen van het backproject toen ik lekker op de bank pootjes omhoog De Wereld Draait Door zat te kijken. Toen kwam ineens het topic voorbij van het nieuwe album van Beck. Dat was, dat fascineerde mij enorm. Ik denk, wat een briljant idee van die man. En toen ben ik eens verder na gaan denken. Ik denk, daar kunnen wij als kroeg eigenlijk niet mee achterblijven. Dus zo is het idee een beetje ontstaan om een soort van eigen backproject te doen en proberen het album na te gaan spelen met mensen die dat leuk vinden om daar aan mee te werken. En gelukkig was er heel wat animo voor, dus het is een leuk project geworden. De mensen die mee gingen doen aan dit project, die hebben ongeveer een week of zes de tijd gehad vanaf het moment dat wij dat instarten. Op zich redelijk kort, maar aan de andere kant, je hoeft maar één nummertje te doen. Hè. Dus wij vonden dat een redelijk goede inschatting qua tijd. En ik denk dat de meeste mensen ook wel genoeg tijd gehad hebben om er ook daadwerkelijk wat van te maken. Wij zijn We Cook With Fire, Timo, Wouter en Bas. Wij maken een lekkere funk soep, lekker smakelijk bereid, elke keer vers. Ik heb die Song Reader Book voor kerst gekregen, dus dat was ook echt gek om het boek zelf te hebben. En daarmee zijn we dan aan de slag gegaan. En we waren er vrij snel uit, zeg maar, hoe die uiteindelijk uitpakte. Dat ging eigenlijk vrij snel. Niet de ingewikkelde akkoorden schema's, maar ja, het sprak ons ook aan, dus dat is prima. Niet de ingewikkelde, mineur. Ja. Same Dude, dat sprak ons gewoon aan. Het gaat over het opstaan, wegvallen, dus live van een muzikant. Nou, daar konden we ons allen wel helemaal in vinden, denk ik. We willen vanaf het begin af echt ook een geloofwaardig eigen nummer of geluid of ja, eigen nummer van maken die ook echt bij ons past en hoort. En volgens mij is het wel goed gelukt. You've came a long way from your solitude. Like a sage receiving something crude. You know the truth is ugly, same dude. Persoonlijk kende ik Beck wel vanuit dat ik een jaar of 17 was. Loser was natuurlijk een heel bekend nummer. Dankzij hem heb ik toen een viersporenapparaat gekocht. Zelf een beetje rommelen met muziek, want dat deed hij ook. Zo'n cassette ding. Ja. Ah. Een vriend van mij die had mij getipt dat dit evenement zou gaan plaatsvinden. Toen dacht ik, nou, dat is inderdaad wel wat leuk voor ons. Normaal inderdaad spelen we dus covers. En nu een soort van, zeg maar, semi-eigen nummer. Een nummer uitkiezen zonder enig idee van hoe de muziek zou moeten klinken. Ja, en dat helemaal naar je eigen hand zetten. Dus dat leek ons een fantastisch idee. Dit nummer lag wat mij betreft gewoon meteen lekker in het gehoor. Vanuit het bladmuziek heb ik in mijn eigen oefenruimtetje aan huis wat akkoorden gespeeld. Met een soort drumcomputertje eigenlijk heb ik opgenomen. Dat heb ik meegenomen naar de eerste repetitie. En daar is niet veel meer van overgebleven. Nou ja, er ligt alleen de slag volgens mij nog een beetje. Ja, dan komen alle mannen er bij elkaar en dan ieder zijn eigen ding. En dan ontstaat er iets. En soms loop je tegen iets op dat je denkt van hey, dat is nog leuker. Ja, en zo bouw je het steeds langzaamaan uit. Do we ever want to take the long road? Do we ever just want to sail it through? Do we ever lock the door and throw away the key? Do we? We do. Do we want to just... Ik ben Karen Bakker, zangeres. Dit is Hans. Dat is de pianist. En dat is Ron. En de gitarist. En de samenstelling is eigenlijk tot stand gekomen op de vorige avond. Maar kennismaking was eigenlijk met de nummers. En toen vroeg ik aan Hans of je mee wilde doen en aan Ron. En zo is het geboren eigenlijk. Lang. Heavens ladder, ladder. 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 Hans heeft MIDI-files gemaakt en ons toegestuurd. Ik wil een lage alt en ja, dat is gewoon problematisch. Rond
Ron die had hem eerst al helemaal ingestudeerd op het originele staat. En die moest hem nog van de week helemaal opnieuw ingestuderen op die verlaagde toon. Wij hadden met z'n drieën eigenlijk al vanaf het begin af aan, het moet gewoon heel, heel klein zijn. Snap je hem? Ja. De grootste uitdaging in dit nummer was de hoge noten. Dat is voor mij gewoon lastig. En You Come Running, dat haal ik normaal wel. En misschien het middenstuk ook wel. Maar ja, uitgaande van die rauwe keel, die zere stem en die stembanden die niet mee willen werken. Had Hans er van de week een erg zwaar hoofd in, hoor. Het was voor ons ook best wel spannend eigenlijk, hoor, dat we hem toch gingen redden vandaag. Dat, ja. We hadden echt een... Beetje een angstige momenten toch wel. Jij ook? Uiteindelijk. Oh, jij had daar volle vertrouwen in. Oké. Okay. Ja, je deed het hartstikke goed. Ja, nee, we hebben dat met z'n drieën gedaan, hè? Ja. We hebben het met z'n drieën heel goed gedaan. Ja. Dankjewel. Goed, dankjewel. Dankjewel. Mannen, bedankt, hè? Beck Hansen, dat is een, voor mij een soort cultheld uit de jaren 90. Geniale muzikant. Die man heeft allerlei soorten projecten en stijlen gedaan. En, ik ben fan geweest van zijn muziek altijd al. En hij kwam dus nu met dit album op de proppen. Nou, ik vond het fantastisch. Ik ben Iris van der Meer en dit is Kim Schulte en Daan Krakers. En wij zijn samen Lampshade. En wij hebben gekozen om mee te doen aan het Beck-project. Ik ben bij het nummer gekomen omdat ik het een interessant project vond. Toen heb ik in het boek gekeken, hier in Café Lokaal. En ik zag één illustratie met tekst erbij die me heel erg aansprak. En die heb ik meegenomen. Uiteindelijk bleek dat liedje echt heel goed bij mij paste en ook bij ons drieën. We hebben twee keer middag goed geoefend. En dingen doorgenomen, opgenomen, teruggeluisterd. De grootste uitdaging voor mezelf was dat ik echt heel lang al niet meer opgetreden heb. Dus dat ik weer op het podium ging staan en tweestemmig zingen. Dat ik goed de lied pakte, dat vond ik zelf heel erg spannend. Mijn naam is Dirk van der Meij. Wij vormen met z'n drieën het zanggedeelte van de Whisky Mo's. De keuze van het nummer is eigenlijk wat ons betreft een tweede keuze, want we wilden eigenlijk in eerste instantie doen Why Did You Make Me Care? Maar er waren anderen die waren ons net voor. En toen hadden we echt zoiets van All Shanghai is al heel vaak gecoverd. En dus leek het ons een uitdaging om juist daarvan iets te maken wat anderen nog niet gedaan hebben. De grootste uitdaging was wel om al die andere versies te omzeilen. Een van de dingen die wij wel hebben, die al die andere versies niet hebben, is dat wij driestemmig doen. En wij hebben er een wals van gemaakt. Dus dat vond ik wel bijzonder. When you're walking in old Shanghai, lanterns under the night sky. See the moon begin to rise, just like it did back home. Old man smoking in cafe. Beck heeft speciaal voor dit album een eigen website opgericht, dat heet songreader.net. Iedereen die dus zijn versie van een van zijn nummers van dit album heeft opgenomen, kan dat opsturen naar songreader.net.
En vindt hij het leuk genoeg om op zijn site te zetten, dan doet hij dat dus. Dus wat je dus krijgt is honderden verschillende versies van zijn nummers op die website. Voor mij was er in die zin een uitdaging dat je een evenement ingaat, wat eigenlijk niet te vergelijken is met een andere soort evenement. Wij doen hier redelijk vaak evenementjes, groot en klein. Maar dit is gewoon iets totaal anders en je weet dan ook niet zo goed wat je moet verwachten. Je probeert het alleen gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik ben Robert Kroon, dit is Pieter de Groot en dit is Martijn Holling. Wij zijn de Barbershop Rockets, wij spelen ongeveer anderhalf jaar samen nu. En ja. We kregen hem in onze handen gedrukt. We kregen hem eigenlijk min of meer in onze handen gedrukt door de café-eigenaar. En we liepen er maar mee weg en het is een goed nummer, dus eigenlijk heel makkelijk om in te vullen. Ik ben sinds ik heel jong ben al fan van Beck. Ik vind het bijzonder dat hij nooit echt heeft stilgestaan bij zijn populariteit. Hij heeft op een gegeven moment natuurlijk populariteit verworven met het nummer Loser. En daarna heeft hij eigenlijk zijn eigen ding gedaan, wat ik eigenlijk wel heel mooi vind van muzikanten. En vooral dit project ook echt weer iets unieks. De grootste uitdaging bij dit nummer was vooral om het dynamischer te maken. Het akkoordenschema was vrij plat en het leek onwijs veel op een nummer wat in ons genre toch wel heel bekend is. Dus we hebben eigenlijk gewoon het nummer uit elkaar getrokken, wat dingen aangepast, dynamiek er heel erg in gebouwd. Nou lijkt het niet meer op Alte Discordjartje ziek. Ik vind het, dit initiatief heel erg leuk en vooral omdat zeg maar, het zo leuk is om, iedereen speelt, heel veel mensen spelen wel in een bandje, jarenlang met dezelfde muzikanten. En wat ik juist zo leuk vind is dat je nu zeg maar, juist de andere muzikanten gaat opzoeken waar je normaal niet mee speelt. En dat is denk ik wel het belangrijkste positief aan dit hele verhaal. Wat de grootste uitdaging is, als je kijkt naar de uitvoeringen of die op internet staan, om iets echt te verbouwen, iets echt naar een eigen stijl toe te zetten en dat je het anders doet als de rest. En ik hoopte ook dat de rest dat ook zou doen en dat is wel gelukt. Wij hebben dit nummer gekozen eigenlijk aan de hand van de tekst. Deze tekst sprak ons eigenlijk het meest aan. En de akkoordenschema's die waren ook nog gewoon goed te doen. Met de bladmuziek zelf, zeg maar, als je het speelt zoals ze staat, kan je vrij weinig. En is het een vrij saai nummer, maar je probeert wat en je zoekt dat uit, je laat wat weg, voegt dat toe. Nou, op een gegeven moment kom je op een stabiele versie. Onze grootste uitdaging was, denk ik, het kiezen tussen de versies die we hebben gehad. Uiteindelijk hadden we meerdere versies en meerdere ritmes en ja, dan moet je toch eentje uitkiezen. En het moeilijkste is, denk ik, een punt te bepalen van dit is hem. My name is Michael Knobler. I'm actually from Germany and I've been playing for about 30 years. I did a lot of street music and we moved to Netherlands where I met Dirk. We got along quite well and then we have two other guys now and we're a band now called Prairie Parlor. But just for this back occasion we just decided it's the nicest thing if just the two of us do it.
I've been doing a lot of street music when I started, and the Beck song, America Here's My Boy, is in a very old tradition. There's a lot of songs with that minor beginning. It's like even a lot of protest songs, folk songs, have this kind of pattern. And it felt very comfortable. And also I like the words. It's a modern song, but it's also very old. So it's pretty timeless, and I really like it. Each of us worked on a version or two, whatever came to mind, and then we just checked it. And we had our version pretty fast. It went really smoothly, and we both liked it, and that's how it came about. The biggest challenge was to find the right key, because Becky can sing pretty high. The song is in A minor, and we came down to E minor. That was kind of like the biggest challenge. Also, to find the right key so that the voices would work together, that each of us is still able to hit the notes. Go on our website, prairiepilot.com, and that'll be nice. and hope you enjoy the song. Came into this world helpless and unformed. Held him in my arms as he lay newly born. I said I would protect him and soothe him with my voice. America, here's my boy. Oh, didn't you say words? Wij zijn de band Starmond. En de band is samengekomen, dat is een lang verhaal, mag ik het helemaal vertellen? Ja. De band is samengekomen door een gelegenheidsproject voor een Absinterklaasavond. Dus dat is niet Sinterklaasavond, maar Absinterklaasavond. Er werd heel veel absint gedronken. En En gaat nog verder terug. Er was een Lowlands gedichtenfestival. En nu zijn we met het oude bandlid Engelstalige liedjes aan het doen. En dat doen we eigenlijk al 3 jaar. We treden niet zoveel op, maar het is heel leuk. Je bent er weer helemaal bij, hè? Ja. Vijf ook. Te laat. Vijf. Ja. De Wolf is on the Hill. Wij hebben afzonderlijk van elkaar een paar liedjes geluisterd van die 20 nummers die hij op de website had gezet, of waar hij het bladmuziek van had, Beck. En Nico die heeft deze gekozen, omdat hij ons geluid daarin hoorde. De grootste uitdaging was voor ons om toch om ons eigen geluid erin te brengen. En we hebben toch wel heel veel versies geprobeerd en uiteindelijk dus op deze versie terechtgekomen voordat voordat we hier waren. Die ding vond ik echt fantastisch. Ze zijn er heel leuk op ingesprongen en daar wil ik ze zeker voor bedanken. Ik kijk terug op dit evenement als een geweldige ervaring. Iemand kwam naar me toe en zei ik van vooral met dat I Love You, ik was helemaal geroerd, helemaal emotioneel geraakt. Nou, zo dan hebben we het goed gedaan. We waren er allemaal een beetje met hetzelfde doel, hè? Dus er hing een soort vlag van nieuwsgierigheid, gezonde spanning hing er in de lucht. En iedereen was gewoon echt in een opperste stemming. Ja, hebben we goed gedaan, hè? Ja, hebben we goed gedaan. Dankjewel. Jullie ook. Zal ik voortaan het woord doen? Heel veel waardering voelde je voor de mensen die meededen. Ik vond het echt een geweldige dag en ik denk dat iedereen dat vond. Dus ik was er heel, heel blij mee. Voor mij? En het Oh ja, wat was je vraag weer? Tegen de muzikanten die hebben meegedaan, wil ik heel graag zeggen hartstikke bedankt. Ik hoop dat voor jullie net zo'n fantastische dag was als dat voor ons was. Wij hebben er in ieder geval intens van genoten en we hebben een hopelijk heel mooi project aan overgehouden waar we nog lang over na kunnen genieten met z'n allen. Hi. Ik zit midden in het interview.
Als ik alleen was geweest, dan had ik al de hele dag was ik hier wel geweest, denk ik. Maar dan had ik waarschijnlijk heel veel gedronken en dan aan het einde had ik gewoon niet meer kunnen zingen. Dus wat dat betreft is gewoon fantastisch. Van bladmuziek naar een echt nummer gegaan? Maar mijn meneer hoeft mij nog wel gevaar. Ja, nee. Oh, helemaal niet. Goed. Heb je wel echt bij? Hi. Nee, het is gewoon nat. Ja, ik wel. Onze band heet Nat van Twee. Wil je verder nog wat kwijt? Jongens? Grapje? Pas wel. Ja, ik ga niet nog een keer dezelfde mond verdelen.